Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een video die echt super veel is aangevraagd en voor mij natuurlijk ook echt alles behalve vervelend is om te doen. Ik ga namelijk vandaag Portugese snacks testen. En ik kan u vertellen, ik heb natuurlijk de perfecte hulptroepen. Dus Rodrigo heeft mij geholpen om een aantal dingen uit te zoeken waarvan hij denkt van dit vind ik lekker of ik weet dat dit een goede is om uit te proberen voor jou. Maar er zitten ook dingen tussen die hij helemaal niet kent. Want ik ben ook gewoon zelf gewoon rondjes gaan lopen en dan zei ik, ken je dit? Wat is dit? En dan zei hij, weet ik niet. Dat vind ik mooi. Dan ga ik dat proberen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is niet mijn sterkste kant. Ik heb natuurlijk lang in de horeca gewerkt. En daar had ik altijd al dat als iemand zei, chimichurri, hoe smaakt dat? Dan zei ik, lekker. Nee ja, ik vind het heel moeilijk om smaken te omschrijven. Maar ik ga mijn uiterste best voor jullie doen. Ik ga alles eruit halen wat erin zit. En ik ga beginnen met deze. Gewoon omdat ik net uit een mega oververhitte auto kom. En ik verkoeling nodig heb. Even kijken. Dit is ijs. Dit ruikt naar Solero. Papaya maracuja. Maracuja, ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is passievrucht. En passievrucht is echt, het eiland staat er bekend om. Omdat het helemaal vol zit met passievruchten. Dus dat zie je ook in heel veel eten en drinken terug. Waaronder dit ijs. Er zitten ook allemaal zwarte stukjes in. Ik zal ook even close-up beelden laten zien. Ik denk dat dat de pitjes zijn van de passie. Oh, het ruikt zo lekker. Oké, ik ben er helemaal klaar voor. Papaya heeft altijd iets meligs, vind ik. Dat is hoe ik het zou omschrijven. Maar het zoete er tegenover van de passievrucht is echt goud. Dit is heel lekker. Ik kan wel merken dat het supermarktijs is. Want het is zeg maar heel hard geworden in de vriezer. En er zit ook iets wat kristallen in. Je voelt de pitjes. Dat vind ik een beetje jammer. Want dat vind ik nooit zo. Ik hou ervan als het helemaal glad is. Maar cijfer 8 van de 10. Super lekker. Ik merk hoe meer hapjes ik neem, hoe meer dat melige van dat papaya. Ja, of je daaraan bent of dat je het gaat waarderen. Lastig om te zeggen. Ja, ik kan deze bak rustig met een avondje Netflix leeg eten. Echt, ik hou zo van passievruchten. Rodrigo zijn vader, zijn tuin hangt helemaal vol dus ook. Met allemaal passievruchten, bananen, druiven. Het moet toch fantastisch zijn om hier te wonen. Maar voordat ik deze hele bak leeg eet, ga ik deze weer even terugzetten in de vriezer. En ga ik door naar de volgende. Echt lekker hoor. Echt heel lekker. Ik wil eigenlijk niet stoppen met eten. Oké, de volgende. Laten we gewoon met die rare snoepjes beginnen. Ze hebben ze in meerdere smaken. En het heet dus Drops Villa. Maar ik heb het vermoeden dat het niks met drops te maken heeft hoor. Want wij hadden drop meegenomen voor Rodrigo's familie. Oh, eens. Er komt echt een zeepsmaak uit. Maar niemand vond de drop lekker. Dus uiteindelijk ben ik de enige die het gegeten heeft. Waarom ruikt dit naar zeep? Het is glutenvrij. Het is lastig om Portugees te vertalen. Nou, hier staat minder dan 1 calorie. Dat is niet veel. Nee, dat kan niet kloppen. Want 100 gram heeft 388 calorieën. En 97 gram suiker. Dus oftewel, gewoon een lekker zuurtje, gok ik zo. Hij is wit als ik hem openmaak. Oh, het is kauwgomballensmaak. Het is echt, ken je die lollies? Dat als je die opeet en dan bijt je die open. Daar zit aan de buitenkant een soort van zoet smaakje. En dan aan de binnenkant is het bubblegum. Nou, dit is het. Ik heb hem even kapot gebeten. Maar ja, gewoon een zuurtje. Geen kauwgom erbij.
Nou, zou ik zelf niet eten. Ja, wel leuk om toch te proberen. Ik bedoel, Frederik had het ook nog nooit op. En ik gok dat als ik het meeneem naar Louisa, dat het wel opkomt. Maar, ja, dit zijn echt hele chemische, zoete kauwgomballen zuurtjes. Geen aanrader. Cijfer 4. Misschien zelfs wel lager. Omdat ik even de smaak uit mijn mond wil poetsen, ga ik verder met de Brisa. En de Brisa heb je wel vaker in mijn vlogs gezien. Dit drankje is alleen verkrijgbaar op Madeira. En het is volledig ontwikkeld om de passievrucht heen. Uiteindelijk zijn er meerdere smaken bijgekomen. Maar je snapt, het is allemaal begonnen bij de passievrucht van het passievruchteiland. En omdat hij natuurlijk, het is aan de ene zijde geen snack, maar aan de andere kant heb je het ook al eens gezien. Waarom heb ik hem dan toch gekozen? Ik heb hem gekozen omdat dit een suikervrije versie is. En omdat hij gewoon een plek verdient. Omdat het gewoon echt op Madeira gemaakt is en alleen op Madeira verkrijgbaar is. Maar ik wilde heel graag een keer de suikerloze versie proberen. Omdat in de versie met suiker gewoon echt wel ook veel suiker zit. Suiker zit. En suiker zei ik ook echt. Oh, ik heb hem niet geschud. Nee, je moet niet echt schudden, want er zit wel wat gas op. Maar je ziet dat er zeg maar heel veel bezinksel in zit. Dus je moet hem wel even voorzichtig omkeren. Maar ik was gewoon benieuwd of deze dan net zo lekker is. Want dan is het op zich wel natuurlijk beter voor je. Want die andere, volgens mij heeft die iets van 100 calorieën per 100 milliliter. Dus dat is toch echt wel... Nou kun je dan bijna beter Red Bull drinken. Ik bedoel, ik wil het niet zeggen, maar ik zeg het toch. Laten we hem inschenken. Hij ruikt wel anders, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij ruikt, chemischer. Maar ik heb er nog vertrouwen. 11% is echt fruitsap. Wat is de rest dan precies? Dan weet je eigenlijk al dat het niet goed zit. Hij ruikt echt heel raar. Oh, dit is niet te vergelijken met de echte. In de verste verte niet. Dit smaakt naar sparoot met een heel raar melig smaakje. Nee. Ze zeggen ook water, passievruchtsap, 11%. Dan carbon dioxide. Allemaal hele acid. Natuurlijke suikers. Nee. Ja, maar nee. Als je het dan toch drinkt, jongens. Je moet het wel proberen. Als je hier bent. 100%. Want zelfs in gewoon Portugal vasteland kun je het niet krijgen. Dus de normale is fantastisch. Maar nou, dit verdient geen naam. Dit verdient geen naam. Echt niet. Het is heel, ja, het is niet vies. Ik bedoel, ik zou zeggen 6. Dus ik zou het ook wel opdrinken. Maar het is niet zoals die andere. Daar kan je echt naar verlangen. Als je dan zo'n zo'n ijskoud blikje Brisa ziet staan, dan wil je het. Teleurstelling. Deze heeft Rodrigo uitgezocht. Omdat hij heel benieuwd was wat ik ervan zou vinden. Dit is eigenlijk basically gewoon een taart volgens mij. Paudello cremoso. Ja, zo zeg je het vast niet. Maar ze zijn hier nogal gek op banketbakkersroom. Wat dat betreft is het best wel qua keuken vergelijkbaar met de Nederlandse keuken. Ik zei het toevallig ook in de live van vorige week. Best wel een keuken die gericht is op veel... aardappel, banket, vlees. Groenten zijn ze hier niet zo van. Ja, ik kan niet zo heel veel laten zien. Het is gewoon een rond ding. Maar het gaat er natuurlijk om de crème die erin zit. Oh, huh? Dit is net pudding, joh. Kijk, hij is heel, heel flubberig. Het is helemaal geen taart. Ik had een soort van... ik had een stukje aan mijn vinger. En dat smaakt naar eierkoek. Ik weet niet, ik had echt een soort van... Nou ja, wat ik zeg. Taartbodem verwacht. Cake. Oké, ik doe even een heel klein stukje. Want
Dan kan ik gewoon een hapje nemen. Volgens mij is dit gewoon pudding. Crème pudding. Oké. Nu kan ik aan wennen. Echt? Als ik het moet omschrijven, dan gaat ze. Een beetje eierkoek in de vorm van een pudding. Ha. Eierkoekenpudding, echt waar. Maar lekker. Ja. Jammer dat de rand loslaat, want de rand is zeg maar een beetje het koekknapperige gedeelte. Heb je wel nodig bij de rest om zeg maar de ronde smaak te maken. Nou, het is eierkoekenpudding. Wie had gedacht dat ik in Portugal eierkoekenpudding zou vinden? Mm. 9 van de 10. Echt waar. Ik zou die hele taart kunnen opeten. In mijn eentje. Wat een lekkere taart. De vorige snoepjes waren geen succes. Laten we deze dan proberen. Die heeft Rodrigo ook aan mij gegeven. Omdat ze dus ook echt van die, echt van die Madeira snoepjes zijn. Dit is de klederdracht van hier. Dus dat is ook wel leuk om te zien. En waar smaakt het naar? Oh, het heet Martins. Wat leuk. Mijn vader heeft er iets mee te maken. Nee hoor. Ja, het is ook echt hier gemaakt op het eiland. Maar ik kan even niet zo snel vinden waar het naar zou moeten smaken. Dus we gaan het gewoon proberen. Als ik hem open krijg, dat krijg ik. Het is... Oh nee. Oh. Hè? Ik ben zo in de war. In eerste instantie, als je hem openmaakt en de geur komt eruit, denk je keelsnoepjes. Van die pastilles. Maar als je dan nog een keer ruikt en dieper, dan denk je kaneel. Is dit raar? Ja, ik ruik echt kaneel. Nou, en dan vonden ze mijn kaneelkussentjes die ik had meegenomen vanuit Nederland, die vonden ze smaken naar medicijnen. Dit is zo'n rare combinatie. Nou, sorry. Dit smaakt echt naar medicijnen. Oh. Als dat droge laagje wat er omheen gaat, er vanaf gaat, dan wordt het niet beter. Zeg maar, er zit een soort van droog laagje omheen. Ja. Keelsnoepjes. Ik wil het omschrijven voor jullie. Tijm, 100%, maar wel in combinatie met die kaneel, die het heel raar maakt. En het brandt ook een beetje op de tong. Ik heb zoveel vragen in mijn hoofd. Waarom? Waarom dit snoepje? Ik had een soort van passievruchtsnoepje verwacht. Ja, ik wil hem echt niet meer in mijn mond. Sorry, maar deze krijgt van mij echt een 1. Dit is zo vies. Ik snap niet dat ze dit verkopen. Die combinatie van verschillende soorten kruidig. Het is een beetje een kruidig zuurtje. Nee, en 1, dankjewel. Ik sla even over. Ik kies nu even bewust voor deze, omdat ik gewoon heel erg toe ben aan iets wat ik wel lekker ga vinden. En wat ik gewoon deze smaak uit mijn mond kan krijgen. Chocoballs. Ja, ik bedoel, ik ben er klaar voor. Ik kan er ook weinig over vertellen. Het zijn gewoon chocoballs van Nestlé, wel te verstaan. Nou ja, dat hebben wij in Nederland natuurlijk ook wel. Maar deze heb ik dan nog nooit gezien. Ik ben benieuwd of dit gewoon een soort van de M&M's is of Maltesers, zeg maar. Die ze trouwens wel gewoon verkopen, dus het zou raar zijn. Oh nee, het smaakt wel, of het ruikt daadwerkelijk anders. Wat een... Ja! Cereal zit erin. Ontbijtgranen. Het voelt een beetje alsof het nog een zondagsnack is.
Omdat je echt, nou, muesli, een muesli hapje. Daarentegen, alles behalve gezond. 500 calorieën in 100 gram. Ze worden beter. Hoe meer je er neemt. Nou, niet te vergelijken met Maltesers of de blauwe M&M's. Maar totaal anders. Omdat de inhoud, zeg maar, die muesli-inhoud wel echt smaak heeft. Echt een granensmaak, zou ik willen zeggen. Ik vind dit lekkerder dan blauwe M&M's of Maltesers. 10 van de 10, jongens. Zo ziet het eruit. Nou. Oh. Goddelijk. Mensen, kinderen. Deze gaat mee naar het vliegtuig in met mij. Die ga ik niet opeten. Die ga ik mooi bewaren. Zodat ik tijdens mijn reis een snackie heb. Dat zeg ik nu, maar ik beloof niks. Dit zijn Goodrigo zijn favoriete koekjes. En ik zei tegen hem, volgens mij lijkt het op krakelingen. Zo zien ze er in ieder geval wel uit. Ik zeg, maar ik ga ze sowieso gewoon proberen, want ik ben benieuwd. Maar ik heb dus het idee dat dit best wel gaat lijken op iets wat wij gewoon in Nederland ook hebben. Ik zou willen zeggen, een standaard suikerkoekje eigenlijk. Zo ziet hij eruit. Ja, hij is minder geglazuurd. We hebben natuurlijk, krakeling hebben een soort van heel laagje eromheen. En ook denk ik meer suiker. Ik zie hier niet heel veel. Ja, dit is droger. Kan het droger dan de krakeling? Ja. Meer broodtextuur in het midden. Kan je denk ik ook wel zien. En veel minder suiker dan een krakeling. Ja, minder smaak ook. Niet per se. Nou, doe mij maar een krakeling dan. Genoeg calorieën ook weer. 525 per 100 gram. Zeker na die chocoballetjes. Heel smaakloos. Ik bedoel, dit is een soort van koekje. Wat je oma dan op tafel zet. Waarvan je denkt, maar waar je vervolgens wel een hele schaal van leeg eet. Suikerlaagje. Getoast brood. 5. 5 van de 10. Ben niet onder de indruk. Als het hier zou staan, zeg maar, van al deze snoepjes. Maar dan zou ik het wel als een van de laatste pakken. Ik zal ze zo meteen even op volgorde doen. Dat is leuk. Ik ga toppen. Hoeveel heb ik er? 10 of zo ga ik maken. Deze zak kan je ook bekend voorkomen. Want de supermarkt hier die overal zit, die heet dus Continente. Zo spreek je het vast niet uit. En die heeft zijn eigen smaak chips. Die je ook op het vasteland in Portugal kan vinden. Dus mocht je nog naar het vasteland gaan. Stiekem ken ik deze. Maar deze is zo lekker. En er is geen Nederlandse smaak die erop lijkt. Ik zou willen zeggen dat het een soort van... Nou, ik ga nog even een chipje nemen om het helemaal goed te zeggen. Maar het is ui, het is kruiden, het is tomaat, het is knoflook, het is paprika. Ik vind zelfs dat er een barbecue smaakje aan zit. Je hebt de barbecue chips van Lay's. Maar dan zoveel smaakvoller en zo lekker. Dit is, en dit is geen grap, mijn favoriete chips op aarde. Het is ook een beetje cheese onion. Het is ook een beetje bolognese. Ik weet het niet. Het is een combinatie van zoveel smaken die zo... Hij klopt. Hij klopt. Ik weet niet wie deze smaak ontwikkeld heeft, maar hij krijgt echt een dikke vette 10. Een gouden ster. Ja, deze zak wil ik echt in één keer leeg eten. Gezond is het niet. Maar daarvoor doen we geen snackproof video. Ik probeer niet met volle mond te praten, omdat ik weet dat sommigen het irritant vinden. Maar dat is moeilijk als je een snackvideo doet. Dus mijn excuses. Oh. Ik weet nu al dat als deze video klaar is, gaan deze zak en ik
verder met elkaar. Het is gewoon liefde. Dit is ware liefde. Echt waar. Deze staat sowieso op nummer 1. Ondanks dat ik nog 2 dingen moet proeven. De chocomousse. Hier is stiekem al eentje van op. Dat heeft Goedriek net bij mij weggesnatcht. Had ik al gelukkig wel de close-up beelden van gemaakt. Chocolademousse van Nestlé. Ja, ik bedoel, ik zou niet weten wat er mis mee moet zijn. Maar volgens mij hebben we dit niet in Nederland. Ook echt. Ik ga even mijn best doen om te improviseren dat ik Portugees kan. Crio, amais, surpreendente e croncante das mousses. O su segredo e idicornar finas camadas de chocolate croncante. Als er nu iemand meekijkt die wel Portugees kan, dan lacht hij me waarschijnlijk heel hard uit. Maar gewoon, vind ik niet erg. Dit is hem. Nou had ik nog een lepeltje. Ja, van het ijs. Ja, chocola. Maar als het goed is, zit er dus, ja, een soort van stracciatella-achtig, zitten er stukjes chocola in. Ja, gewoon heel erg lekker. Die stukjes, die voegen wel wat toe, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit bakje is te klein. Daar krijgt hij minpunten voor. Wat is dit nou? Hij is al bijna leeg. Ik heb echt 2 mini happen genomen. Maar. Gewoon super lekker. Heel luchtig. Goede chocoladesmaak. Love it. Nou. Ik weet even niet. Het is niet heel anders. Dus, omdat het wel gewoon lekker is, maar wel iets waarvan ik denk, dat kunnen we in Nederland ook gewoon eten, geef ik het een 8,5. Half punt, omdat die te klein is. En een hele punt, omdat, ja, dit heb je in Nederland ook. Ik bedoel, niet bijzonder. Maar wel heel lekker. Dus, ja, ik zou het nog zeker nog eens kopen. En dan, nummer 10, als klap op de vuurpijl. Ook deze is er in heel veel verschillende smaken. Cake, torta heet het. Uiteraard zou het geen Sophie heten als ik niet de chocoladesmaak had uitgezocht. Oeh, ja. Mijn hersenen hebben al een herkenning. Vroeger, toen ik nog naar, ik denk de middelbare school ging, had je van die koekjes, volgens mij kwamen die van de Aldi. Die hadden zo'n wit kartonnetje eromheen. En dan cake met een chocoladesmeuglaagje. Daaromheen ook chocolade. En ik kan het niet meer omschrijven dan dit. Het had een gele verpakking. Ik hoop echt dat heel veel van jullie nu een belletje hebben die gaat rinkelen. Of een lampje wat aangaat. Zo ruikt het. Echt 1 op 1 gewoon. Nou, zo ziet het eruit. Gaan we even helemaal uithalen. Want anders kan ik hem niet snijden. Dit is het type ding wat zeg maar, waarvan het kontje het lekkerst is. Omdat het kontje het meest chocolade heeft. Ik ga hem even een soort van... Zou er jam in zitten? Of denk ik nou heel Nederlands? Nederlanders zouden hier jam in stoppen. 100%. Hoppa. Ik ben wel een beetje... aan het knaaien. Oeh, het is geen jam. Het is room. Zie je dat? Wel. Oh, het ruikt wel echt zo sterk. Oh. Oh. Dit is echt een tegenvaller. Oh. Niet alleen maakt hij heel veel rotzooi. Maar de crème die erin zit, is echt van dat vieze eiwit suikercrème. Oh, dit is geen room. Nee, dit is eiwit. Er zit bijna geen smaak aan. Nee, dit is echt een tegenvaller. Wat jammer. Kijk nou, ik zit ook echt helemaal onder.
Het enige. Nee, ook de chocolade eromheen. Het is geen echte chocolade. Het is gewoon echt heel erg veel suiker. Zonder echt enige duidelijke smaak. Ah. Ik zou het eigenlijk nog geen 4 willen geven. Maar ik vind 3 te laag. 3,5. Hey, compromis. Ik wil het gewoon niet meer ook. De cake is heel droog. De eiwitcreme is smaakloos. De chocola is smaakloos. Nee, geen aanrader. Ze hebben nu nog meer smaken, maar ik zou zeggen, loop lekker door. Oké, de top 10. Het zal je niet verbazen. Dit is absoluut nummer 1. Omdat er gewoon niets in Nederland is wat hierop lijkt. Nummer 2 heb ik een kleine twijfel tussen het ijs en de taart. Ik ga toch... Nee, ah jawel, ik ga voor de taart. Omdat het die en groot is en omdat ik ook gewoon nog nooit zoiets gezien heb. En passievruchtijs in Nederland heb ik nog nooit op. Dus misschien is er wel iets vergelijkbaars. Dus dan is dit nummer 2. Het ijs nummer 3. Dat heb ik even niet hier. Het staat weer in de vriezer. Op nummer 4 de balletjes. Vooral omdat we wel zoiets in Nederland hebben. Vergelijkbaars. Maar het is gewoon ongelooflijk lekker. Het verdient gewoon een hoge plek. 5 ga ik voor Brisa. Als het origineel was geweest, dus gewoon de met suiker, zou die absoluut in de top 3 staan. Ja, dan zou die het ijs eruit schoppen. Want het is gewoon fantastisch. Maar deze versie komt op nummer 5. Alsnog wel gewoon verdient een hoge plek, want dat ze dit... Ze hebben een eigen frisdrank gemaakt. Dat is gewoon heel cool en heel lekker. En nummer 6... Basic ass chocolademousse die wel gewoon lekker is, maar ja, niet bijzonder genoeg. Dan hebben we de koekjes, die krijgt nummer 7. En dan, ja, de rest wil ik eigenlijk helemaal niet in mijn top 10 hebben, maar toch. Caramel snoepjes, nummer 8. Smaakloze cake, nummer 9. En de smerigste snoepjes die ik ooit heb gehad, nummer 10. Deze verdienen echt, die verdienen het daglicht niet. Ik snap niet dat deze gemaakt worden. Dat was mijn top 10. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd of jullie hiervan iets herkennen of wel eens op hebben. Laat het me weten. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.